Ik ben heel trots om met Van der Bilt het nieuwe project van Dumobiel Liewaardshof aan u voor te stellen. Op een unieke locatie in Kortrijk, vlak aan de Leie, komt deze nieuwbouwresidentie. Die bestaat uit twee appartementsgebouwen, Residentie Marie en Residentie Julien. Schitterend gelegen aan de Leie, met een zeer goede zuidwest-oriëntatie, op wandelafstand van centrum Kortrijk, ook makkelijk met de fiets te bereiken langs de Leie of via het Huldensporenpad, maar ook makkelijk via de verschillende toevalswegen te bereiken vanuit de stad. Een topligging in Kortrijk en een unieke kans om het project aan u voor te stellen. We hebben in samenspraak met Stad Kortrijk gekozen voor een typische baksteenarchitectuur die aanleunt bij de stedelijke architectuur. Maar tevens hebben we ook in samenspraak met de bouwheer gekeken om echte woonappartementen te maken met zeer veel glazen raampartijen, zeer grote woonterrassen. De appartementen werden zo ontworpen dat zij vrij invulbaar zijn, wat wil zeggen dat er amper steunmuren in de appartementen zelf zijn voorzien, waardoor de koper zelf kan beslissen hoe zijn appartement zal ingedeeld worden. Wij mikken op een breed doelpubliek. Het project omvat twee residenties, Residentie Marie, met een gemiddelde oppervlakte, de appartementen van 160 vierkante meters, zonder terrassen, en Residentie Julien. Dus er is keuze voor divers publiek. Maar we mikken toch op een publiek met een goede smaak voor mooie architecturen en mooie inrichting. Liewaardshof is een uniek project. Het is een future-proof project. Dat betekent dat de start van de bouw aanvangt dit jaar. Maar er wordt gebouwd aan de normen van de toekomst. Zo zal dat resulteren in een enorme energiezuinigheid. Dit onder meer door overal vloerverwarming gekoppeld aan geothermie, zonnescreens en zonnepanelen. We hebben ervoor gekozen in dit project om met geothermie te werken. Niet alleen om de appartementen te verwarmen, maar in de zomer kan er ook een passieve koeling toegepast worden via deze geothermie. Op de daken komen zonnepanelen te liggen, die zorgen voor de elektriciteit van de gemeenschappelijke delen. Tevens worden er in de kelder laadpunten voorzien voor elektrische wagens. Wat ook een voordeel is in dit project is dat we een aparte fietslift hebben voorzien, waardoor u met de fiets zeer makkelijk de kelder kunt bereiken en geen gebruik hoeft te maken van de inrijhelling naar de kelder toe. De lancering van Liewaardshof is zeer goed verlopen. Er zijn al heel wat verkopen gerealiseerd. We merken een tweetal profielen van kopers. Enerzijds hebben we de actieve 50er die in de toekomst kijkt en toch een backup wil met een ruim woonappartement in de stad. Eerder op een termijn van 10 jaar ver kijkt. Anderzijds hebben we ook een duidelijke doelgroep van bewoners die op vandaag een ruime villa bewonen aan de rand van Kortrijk en die actief op zoek zijn naar een luxueus ruim woonappartement in het centrum van Kortrijk. Dumobiel is gekend voor zijn hoge afwerkingsgraad en het wordt hier ook doorgetrokken in de appartementen. Zo worden er onder meer standaard verzonken ramen voorzien, wordt de keuken volledig op maat getekend en zijn er ook heel mooie sanitaire budgetten voorzien. Naast de twee appartementsgebouwen, Residentie Julien en Residentie Marie, is er ook nog een binnentuin voorzien en zijn er ook ondergrondse parkeergarages. Op de binnentuin is het zalig vertoeven en er zijn ook fietsenbergingen voorzien voor de bezoekers. Privatieve fietsenbergingen vind je ondergronds. Ook de voetganger kan door het project wandelen en de aansluiting bevindt zich via het Guido Gezellenpad. Dus het project Liewaardshof is gelegen aan de minister Liebaardlaan, vandaar de naam het Liewaardshof. Ons project kent twee residenties, de naam Julien en Marie. En dat waren ook de twee voornamen van minister Liebaard. In Liewaardshof wordt wonen synoniem voor genieten. Wenst u meer informatie over dit schitterende project? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. En u bent steeds welkom in het Van der Bilt en Duale vastgoedkantoor te Kortrijk.